en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op Kef Rijdt, de enige echte natuurlijk. Ja, Tino, we zijn weer in Waardebioland. Deze keer voor de laatste keer alweer dit jaar. Ja, en wat heb je dan sinds vorig jaar? De Bright Nights. Nou, daar heb ik super veel in. Ja, we gaan lachen vorig jaar. Ja, we vonden het vorig jaar echt het meest geslaagde evenement van 2022. Of het ook van 2023 wordt, dat weet ik niet. Dat gaan we nog meemaken. Het is ondertussen alweer het vijfde winterevenement wat we doen ook. De Bright Nights. Dus ik ben heel benieuwd wat we dit jaar weer allemaal gaan meemaken. Storm Pia is er nog steeds een klein beetje. Ja, ik denk dat Walibi wegwaait. Jij denkt het ook, ja. We liggen vanavond in de Veluwe meer. Ja, ja, goed idee. Ja, er waren vanmorgen, want we zijn alweer laat, hè? Ja, zoals altijd. Het is 2:30 ondertussen. Maar eigenlijk, ze waren open vanaf 12 tot 2:30. Bijna alles alleen maar dichtgelegd. Ja. De dam begon lekker goed met storingen, dus misschien wel beter dan we later waren. Denk het ook, ja. Maar ja, goed, wat verwacht je ook? Weet je, die attracties hier krijgen ze natuurlijk allemaal niet aan de praat in december. Nee. Natuurlijk, en hard aan het waaien nog steeds. En het is natuurlijk hier koud. Ja, heel koud, maar ook weer niet vandaag. 11 graden, dus op zich wel lekker. We gaan naar binnen. 100, kom. Ah, Tino, maar kijk, ze hebben gewoon een hele kangeroen neergezet hier. Ach, kangeroen. Ah, ik heb er nou weer helemaal zin in. Het enige wat wel een beetje jammer is, jongens, moet een beetje opletten vandaag. Copyright! Ja. Ja? Ja, mensen. We zijn er weer. Overal copyright muziek, dus we moeten een beetje mee oppassen vandaag. 1 minute 37 seconds later. Tino? Yes. Het is weer zover, hè? We zijn net binnen en het eerste biertje staat alweer op tafel. Ja, je staat even van het dag. Dat is tegenwoordig echt standaard hier in Walibi, hè? Dat is echt zo. We nemen altijd een afslag naar links hier. Nee, maar we hebben een speelterrein voor vandaag erbij gepakt. En heel handig aangepakt, want kijk, ze hebben gewoon een heel tijdschema. Dit zijn we gewend van Peu de Feu, hadden ze dit ook. En je hebt het ook echt een beetje nodig eigenlijk, want als je alles wil zien, dan moet je toch weten hoe laat alles is. Maar dit is een beetje wat ze dit jaar hebben. Het is een beetje hetzelfde als vorig jaar, maar ze hebben dit jaar allemaal extra lichtshows en dingen. En dingen. En dingen. Rides and Lights. Daar ben ik hyped voor. Ik ook. Vond dat vorig jaar echt heel erg leuk, Rides and Lights. En dan vooral die van de Condor vond ik heel vet gedaan. Zoals Eat My Dust heeft dit jaar... Eat My Dust heeft het dit jaar en ook Untamed. Ja, die heeft dit jaar ook Lamp. Ja, dus dat is wel heel vet gedaan. Nou, dit speelterrein, dus als je misschien wel opvalt, wat valt je op? Heel klein. Ja, dit gedeelte van het park is gewoon gesloten. Dus we hebben alleen, dit is ons speelterrein. Maar ik ben wel benieuwd, ik ben ook al een tijdje niet in Untamed geweest. Nee, klopt. Het is niet altijd veel te druk en zo. Ja, veel te druk. Maar vandaag valt het enigszins wel mee. Ik vond het best wel druk. Maar ik vond het best wel druk. Maar het kan ook komen omdat de helft dicht is. Ja, de helft is dicht. Dus natuurlijk. Ja. Eén jammer puntje is wel, want het staat ook op de plattegrond. Merlin's Magic Christmas Castle is helaas gesloten. Ja, dat is wel echt heel zuur. Maar goed, dat zat er natuurlijk een beetje aan te komen. Die dingen hebben echt altijd storing. En tijdens Traumatica hadden we dat probleem ook al. Ja, klopt. Met Cassandra. Zo, nou mensen, we hebben even lekker een goede start gemaakt, laten we het zo even zeggen. We gaan naar binnen. Ja. En het eerste wat me opvalt, heel de Hall of Fame, allemaal lampjes. Helemaal leuk gedaan. Kijk, allemaal kerstbomen aan het plafond, ondersteboven natuurlijk. Ja, dat is een beetje gejat van de Villa Volta. Daar hingen ze ook ondersteboven. Maar ja, Villa Volta heeft helemaal niks meer met winter dit jaar. Zo jammer weer. Maar het is wel leuk, ze hebben een beetje gezellige kerstsfeer hier binnen gemaakt. Overal kerstbomen. En ja, als er één park is goed met lampjes, dan is het denk ik wel Walibi Holland. En Europa Park. Ja, Europa Park doet dat ook heel goed. Maar goed, dat zit er dit jaar helaas niet in, Europa Park met winter. Volgend jaar moeten we dat wel weer een keer doen, als je weet. Europa Park winter, daar was ik toen altijd heel positief over. Dat hele park, er staan duizenden kerstbomen. Ja, ik vind het geweldig. Ja, ik ben helemaal van de kersten, jij niet zo. Maar uiteindelijk vind je het altijd wel leuk. Ja, zo jammer weer. Hey, heel raar, want 2 maanden geleden was het hier natuurlijk nog Halloween, Fright Nights. En vorig jaar vond ik het ook wel raar, maar het is dan heel raar als je hier in Walibi Holland loopt. En dat het ineens kerstsferen zijn. Ja, dat is gewoon raar. Maar wel heel leuk, want ik vond dat ze het vorig jaar heel goed hadden aangepakt. En ik denk dat ze dit jaar ook hebben aangepakt. Maar we gaan het meemaken, we hebben een planning gemaakt voor vandaag.
je bent tegenwoordig veel van de planning, hè, Tino? Ja. En we waren weer bijna weg. Het is weer helemaal verschrikkelijk. Ja. Wist je nog, vorig jaar was het ook aan het regenen. Ja. Tijdens de Bright Night. En ja, we zeggen het elke vlog. Maar waarschijnlijk gaat het ook vandaag wel weer hier en daar regenen. Maar we gaan het zien. We gaan het meemaken. We gaan zo naar een showtje kijken. De eerste kerstshow van Walibi Holland. Ja mensen, we gaan naar de Walibi's After Christmas Party. Dino zegt net, het is nog voor kerstmis. Als we dit opnemen wel, ja. Als we dit opnemen wel. Maar ondertussen is kerst al geweest natuurlijk. Maar hey, wat me opvalt, dat was vorig jaar ook al zo. De hele zero zone is afgesloten. Je kan er niet voorbij, ze hebben hele schuttingen neergezet. En eigenlijk alles is daar gesloten. Dus Lost Gravity is gesloten. Hoe heet die wildwaterbaan? Crazy River is ook gesloten. Dus eigenlijk dat hele deel van dat park is gewoon niet toegankelijk. Volgens mij kon je vorig jaar er wel doorheen lopen, maar dat kan dus dit jaar ook niet meer. Nou, we gaan even kijken naar de show. Ik ben benieuwd. 1, 2, 3. Ik ben er. Sorry, Kieran. Ik was nog even wat slingers aan het zoeken. Wat leuk dat je... Dit feestje is juist voor de kerstman en zijn elfjes. Ze weten nog van niks. Het is een verrassing. Santa Claus is coming to town. Ooh, he's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's not your guys. Santa Claus is coming to town. Dat niet meer doet wat de kerstman wil. Ja, en ik haat kerst. Ja. Niet bellen. Haat deze zo snel weer vergeet. Is dat de elfje zich werken iets weet. Ieder kantoor wordt geverfd en het stinkt bij. Want zegt de kerstman, dat maakt ieder kind blij. Maar denkt hij van nou een keertje aan mij. Dat hoort er niet bij. En dan nu tijd voor mijn grote plan. Het doorknippen van de elektriciteitskabel. Mijn werk zit erop. Het feestje voor de kerstman kan nu niet meer doorgaan. Ik wil nu net gaan happen. Maar toen was er een ontploffing. We weten ook niet wat er aan de hand is. Ho. Santa. Ja. Wat is een tolf? Tolf is een van mijn elfjes. Of maar ja, eigenlijk meer een twaalfje. Dat is een elfje met wat meer energie. En dit kan alleen maar zijn werk zijn. Willen jullie een echte tolf zien? Oh, nou, die wil ik wel even zien, hoor. Tolf, verstop je niet langer. Want ik weet dat jij verantwoordelijk bent voor deze enorme chaos. Tolf, wat is er nou allemaal aan de hand? Het is zo oneerlijk. Wat? Waarom krijgen de kinderen altijd alle cadeautjes? Wij moeten hard werken en krijgen niks. Dat is niet eerlijk. We hadden juist speciaal voor jullie een feestje georganiseerd, omdat jullie altijd zo hard werken. Maar ik ben niet uitgenodigd. Omdat het een verrassing moest zijn. Wat een goed idee, Walibi.
heel hard meezingen dan, hè? Oké. Ga je niet bellen, hoor. Dashing through the snow. Ah, wat is dit? Zenuwen, 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 zenuwen. Maar dat is het echt hoor. Ja, ja. Hey, zenuwen, 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 zenuwen. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Die wij overal heen vanwege Pia natuurlijk. Ze moet even midden in de tussen de remmen van de MT. Ja, ja, ja. Ik ga het niet meer halen. Ja mensen, dat was de show, de middagshow hier in Walibi Holland. Vorig jaar hebben we hem gemist. Dit jaar waren we erbij. Maar het was niet echt gedaan, hè. Het was echt voor kinderen, weet je. Dus ja. Welke kinderen? Dus, er waren bijna geen kinderen. 3 hooguit. Ja, de rest was allemaal volwassen. Ja, eerste show gehad. We gaan door, want we moeten door. Want geloof dat niet mensen, maar de El Rio Grande is open. Maar hij sluit wel om 4. Dus we kunnen er nog net even in. Wat kut. Een slecht idee weer dit, ja. Hè? Ja, het is helemaal -3, weet je wel. Ik heb nog gezegd dat het 11 graden was. Maar hij is wel open. Als we nat worden, Gino. Ja. Zijn we heel de dag nat. Dat klopt. Nog, ja. Nooit meer op. Nog nooit zo nat geweest. Het begint een beetje donker te worden, jongens. Dus... laat die lampjes maar komen, hè. Oh jongens, we gaan echt in de El Rio Grande. Ga je dit aankunnen nu? Ah, nee. Het is natuurlijk, het is super koud. Ja, Tino. Ja, wat? We gaan het doen, hè. Wat? De Express. Oh, de Express is open. Ja, 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 ja. Hij is open. Voor het eerst vandaag. Het is 4 uur of zo geweest. Hij is nu pas open. En zoals je ziet, het waait super hard, Scorpia. Dus we hopen stiekem dat hij het niet gaat halen. Ja. Word je daar ineens geëvacueerd aan, denk ik. Word je ineens geëvacueerd uit Express? Nou. Echt zo is dan. Dat zou wel een bucketlist dingetje zijn, hoor. Zo, jongens, helemaal space hier op die piramide. Wat is dit dan weer? Dit hadden ze vorig jaar nog niet. Maar ja, het is wel heel veel lampjes. 100. 100. 100 lampjes. Ik zie de lamp al aanstaan bij de Condor. Vanavond is een dikke lichtshow. Nou, de space shot is aan het spacen. Ja, ik zeg de space shot is aan het spacen. Oh, ja, toch? Niet alleen de space shot hoor. Nee? Oh. Dat pak ik volgens mij. Ja, dat is zo waar. Ja jongens, dit is ook weer zo jammer hè. Merlin's Magic Castle is hartstikke gesloten dit jaar. Niet dit jaar, maar vandaag. Gewoon storing. Ah, zo jammer weer. Een van de beste shows dit jaar vond ik de Halloween show hier bij de Merlin's Magic Castle. Die verdiende echt de golden buzzer, hè? Ja, 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 ja. Blast is ook open nu. Weet je wat ik spot? Hè? Broodje beenham. Zo, ja, dit. Ja. Broodje beenham kan. Broodje beenham. Heerlijk. Zo, dan gaan we naar de speedzone. De speedzone. Weet je wat zo grappig is? De eerste vlog van dit jaar in Walibi was tijdens de opening van Eat My Dust. Nou jongens, we gaan zo meteen een Eat My Dust. Ah, kijk dit dan. Een kerstbanaan. Ik heb ook een kerstbanaan. Ik heb ook een kerstbanaan. En wat is dit dan?
Het lijkt de Efteling wel. Helemaal Schuttingen. Bellenblaas. Oh, Bellenblaas. Daar komen bubbels, daar komen bubbels. Bubbels naar beneden. Nou mensen, ik weet niet wat ik meemaak. Alsof ik hier vorige week stond. En nu zijn we weer met kerst. Ongelooflijk. Was je aan het snappen hoe je aan het voelde? Even snappen. Hé, hey, kijk deze. Zo mensen, we lopen onderweg naar Goliath. Zo, ik kan me nog herinneren vorig jaar. Toen waren we hier ook. En toen maakte dit ding echt een lawaai, jongen. Heel die lift heel helemaal, ja, alsof die uit elkaar viel, weet je wel. En het regende een beetje. Ah, wat een kut ritje was dat. Weet je dat nog? Dat was echt het kutste ritje van heel dat jaar. Ja, dat was vorig jaar met de Bright Night was dat. Hang in there, buddy. We gaan in de Goliath. Ja mensen, je zal het niet geloven, maar het is op dit moment bijna 4:30. En het is gewoon nog bijna donker. Tenminste, het wordt heel erg schemerig. De Goliath, we gaan erin. Ze hebben allemaal muziek draaien, waardoor heel het park heen. Ik ben zo bang dat ik allemaal copyright op deze vlog ga krijgen. Zo mensen, ineens het is donker. Ineens alle lichten staan aan. En we gaan naar de Speed Christmas Decoration kijken. Santa Claus is er ook. Santa Claus is er ook. Wat gezellig. Lieve mensen, het is tijd voor de Speed Tree Decoration. Oh, ik vind het toch zo heerlijk. Ja, beste mensen. Wij hebben hier een fantastische Speed Tree Decoration match, really. En dan heb ik een vraag. Wie van jullie kent het fenomeen speedrun? Ja? Jullie kennen het? Kennen jullie wat een speedrun is? Met een Speed Tree Decoration gaan wij dus zo snel mogelijk en wel liefst in 25 seconden een kerstboom versieren. En dan is een wedstrijd! Ja, want aan de hand van het applaus gaan wij eens eventjes kijken welke kandidaat er nou gewonnen heeft. En daarvoor moeten wij eerst twee kandidaten hebben. En hoe heet jij? Tom. Tom. We hebben Tom. Nou, en Tom. Ben je er klaar voor? Ja, heb je. En als je nou, want dit wordt jouw mooie boom, naar jouw boom kijkt. En je zou hem een naam moeten geven. Hoe zou die heten? Hans. Hans. Hans de kerstboom. Hans. Kijk, fantastisch. Nou, Tom. Die twee. Kom er maar bij. Ja, dat is wel 2-1, Tom. Ben je daar oké mee? Ja. Ja. Mooi. Want jij hebt ook geen keus. Pip en Mees zijn er klaar voor. Tom is er klaar voor. Tom, ik heb even een beetje meer energie voor jou nodig. Ja? Even een beetje goed aarden. Ja? Ben je er klaar voor, Tom? Oké. Okay, want daar gaan we. 3-2-1. Decorate! Oké, okay. Zo, heel goed zo. Ja, de ballen. Oh, Tom, je mist al ballen. Hier, op, kijk. Zit op de lampjes. De lampjes moeten in het stopcontact. Hier zo. Nee, Spip, dit gaat heel lang over. Ja, ja. Pieter zit er. Heel goed. Ja. Oh, ja, ja. Oké, maar aan de hand van jullie applaus gaan wij eens eventjes kijken wie er heeft gewonnen. Dus, geef een allereerste, maar eens een heel groot applaus voor de boom van Tom. Nou Tom, dat valt een beetje tegen, valt een beetje vies tegen, hè? Verdorie. Nou, dat is ook een pracht van de unit. Geef een heel groot applaus voor de boom van deze Pip! Nou Tom, dan ben je toch wel echt verslagen, jongen. Oh, dus geef een heel groot applaus voor de winnaars! Mees en Pip! En ja, met een wedstrijdje dan win je natuurlijk ook wat. Dus wat hebben Mees en Pip gewonnen? Ik heb hier namelijk twee hele mooie vouchers voor een gratis drankje. Dus kijk eens aan. Alsjeblieft Pip, alsjeblieft Mees. Kijk eens aan, dan mogen jullie nu het podium verlaten. Krijgen nog één keer een heel groot applaus. Nou weet je wat, omdat jij ook zo goed mee hebt gedaan. Een participatieprijs voor Tom. Goed gedaan Tom, gefeliciteerd. Geef nog één keer een heel groot applaus. Oké, jongens, we gaan in de Speed of Sound. Zo, dat was vorig jaar ook wel helemaal vet uitgelicht. Zo, indrukwekkend beeld dit. Wow, joh, alsof ik bij de Fright Nights ben of zo. Oh.
de wildernis. Goed idee. Ik weet niet wat meemaakt hier. Mensen, we hebben goed nieuws. De Merlin's Magic Castle is open. Dus we gaan in de Merlin's Magic Castle, Tino. 100. The best. Zo, je gaat niet meer halen, zag je dat? Ik heb hier echt het idee alsof ik in een sprookjeswereld loop, man. Gebeurt te veel hier. Kijk dit dan. Wat is dit dan weer? Het is een sterrentunnel van de Efteling, dit hè. Zo, letterlijk dit hè. Druk eens op knop. Mensen, we zijn spontaan fan geworden van de Merlin's Magic Castle. We zitten er ook vaker in dan normaal. Dat komt natuurlijk omdat de Halloween show zo leuk was. Dus nou gaan we kijken. De Cash Show gaat waarschijnlijk ook wel leuk zijn. Ik ben hem helemaal vergeten van vorig jaar. Hè? Vorig jaar vond ik hem heel goed. Vorig jaar was hij goed. Zo, ik waai weg joh, Storm Pia. Zo, ineens een of andere gekke lichtballenzee hier ook. Of sloot, ja, het is eerder een sloot. Zo, oh, die lampjes. Nou, nah, is toch geweldig dit. Zo'n hele lampionnenzee gemaakt van de W van Walibi. Zo, je zal het allemaal aan moeten steken. Ja, kijk jongens, dit is wat ik bedoel eigenlijk met alsof je in een soort sprookjeswereld zit. Overal lampjes. Ah. Zo wat gebeuren hoor. Ja, zag je dat? Ja. Wat gaat er gebeuren dan? Ieder jaar, wanneer het begint te waaien vanuit het gure oosten tot de winter haar intreden en verandert de aarde in een wondermagische wereld. Zij wordt bedekt met een dikke laag witte sneeuw die als een deken vol glinsterende diamanten gedrapeerd ligt over ieder huis en heuvel. Dit is het moment waarop de ijsprinses ontwaakt vanuit haar diepe zomerslaap. Ze is een ware schoonheid met een huid zo wit als sneeuw en een kroon van ijs. Schrik ze heel erg. Sneeuwvlokje, wat is er met jou aan de hand? Je ziet er heel vreemd uit. Ja, dat klopt, antwoordt het sneeuwvlokje. Ik ben minder mooi. Mijn ijskristallen vervormen als er slechte energie op aarde is. Dit wordt veroorzaakt door jaloezie, ruzie en oorlogen.
Er biggelden tranen van ijs over haar wangen en ze huilde zichzelf in slaap. Nou, mensen hebben hier echt een beetje een space zone van gemaakt hoor. Al die knipperende lampjes. Ja, de vlog gaat een beetje van de hak op de tak. Hè? We zouden in die Magic Castle gaan. Storing. Ja, die ging niet meer halen. Ah, dat was zo jammer. We zaten op het punt om naar binnen te gaan. En toen zijn we naar die snowglobe gegaan. Nou, alle armoe, we zijn gewoon weggelopen ja, daar. Het was echt, het sloeg helemaal nergens op. Nee, ik vind de entertainment daar, het is leuk bedacht, maar het is een beetje weer voor kinderen of zo, weet je daar. Met die dust. Broodje beenham. We gaan een broodje beenham halen. Gewoon zin in, ja. We zitten echt in die show, man. Hij is afgelopen. Wajo? Ja, man. Zo, mensen. Ik weet echt niet waar ik naar kijk. Ik vind het zo fantastisch. Al die lampjes, dingen. We gaan even in de Condor. Hopen dat we een ritje hebben. Met lampjes. Ouwe, met lampjes met erin. Met lampjes. Pa. Ah, wat vet gedaan ze met al die lampen. Ik ga helemaal stuk. Gino zei net, hoe kun je op zo'n kut achtbaan zo'n goede show neerzetten? En dat is er eigenlijk ook in mijn moviepark ook. Met die MP Express. Ja, ook altijd helemaal licht show met Halloween. Show, ja. Zelfde achtbaan. Ja, zelfde achtbaan. Zelfde kut achtbaan. Maar toch gaan we erin, hè. Zo jammer weer. Nou jongens, het is tijd weer voor Untamed. Helemaal in het donker. Hebben we was eerder gedaan, hè, in donker. Ja, zeker. Eén keer met regen. Zo, wat kijk. Eén keer in de zomer, toen hebben we Fastlane gekocht. Top. En nou gaan we erin. Ja, helemaal hyped weer, hè. We komen net uit Condor. Wat een kudding. Wat een kudding. Je hoort mij... nieuwe beugels. Hè? Ja, helemaal kut. Ik vind die beugel chill. Maar door die beugels voel je 10 keer zo erg hoe soepel de baan is. Ja, 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 hoe erg je heen en weer schudt. Nou, zelfs ik schudde helemaal heen en weer. Ongelooflijk. Ik ging niet meer halen. Ik zeg eerlijk. Ik vond het echt kut. Normaal gesproken denk ik, oh, valt wel mee. Maar dan dacht ik echt van, kut. Nou. We gaan nou in wel iets leuks. Een tent. Maar een beetje een nadeeltje aan het park.
Ze rijden maar met één trein bij elke achtbaan vandaag. Dus dat is heel lang wachten. Die swingdub. Nee, daar zou ik niet in durven. Nee. Er zijn veel mensen in. Ja, ik zou het niet aankunnen nu. Het is en donker en die touwtjes die knappen bijna. Ja, wat denk je van die storm? Die storm ook nog via. Nee hoor, ik zou het niet aandurven. Dat is ook wel zo bizar hè. Die reuzenrad is gewoon open. De pagode was gisteren dicht. Ja, 100. Kan niet goed zijn toch? Nee hoor. Zo mensen, nou we komen net uit hun tent. Ik weet niet wat ik heb meegemaakt. Dat een apparaatje onttrekt. Ja. In het donker. Wist je waar ik was? Ik heb nog nooit zo'n heftig ritje meegemaakt denk ik. Nee, in het donker is hun tent echt heel vet. Ja, gewoon echt in dat puur wat je zegt, je ziet gewoon niet waar je bent. Ineens krijg je een of andere gekke airtime heuvel. Zo, ik vond het echt vet man. Ja, ja. Ik zeg altijd we zijn verwend, maar hun tent die... blijft goed hoor. Dat zeiden we ook over Taron. Ja. Die was ook heel goed nog steeds. Nou, oh, we gaan weer de Space Tunnel door. Space Tunnel. Ja, dat is toch dit, of niet? Ah, kijk dan. Oh. Entertainment, alles. Ik weet het echt allemaal niet. Vorig jaar waren we hier ook al aan het kijken, zo van, wat zien we hier eigenlijk allemaal? Ik vond het zelfs een beetje eng. Of ja, een beetje Halloween Friday Night achter. Ja, dat is wat. Ah, deze moet ook nog even druk hoor. Ja, dit is het. Vorig jaar waren deze spectaculairder of zo, ja, het idee. Dat iets meer stroboscoop effect of zo. Nou jongens, we gaan naar de volgende show. Hoe heet die? Vibes and Lights of zo. Vibes and Lights. Jullie zien me helemaal niet. Ik heb namelijk geen light. Kijk, in de Efteling allemaal geen vuurkorf hier wel hoor. Hoezo kan het hier dan weer wel, Gino? Ja, hoezo? Ja. Wat is dit nou weer voor iets raars? Ja, hij doet het even niet. Sorry, jammer weer. Nee, maar dat... Willen jullie wel een mens doen? Een mens? Het wordt gemaakt. Mens voor jezelf. Oké dan. Of voor iemand anders. Of voor iemand anders. Of voor de wereld. Oké dan. Ja, is goed. Wat ga je wensen dan? Mijn best geschreven. Wens ik dat Sandra volgende keer ook meegaat naar Walibi. Ja, goed. 100. Helemaal 100. Ja. Wat is het geworden? Nou, wij wensen dat Sandra de volgende keer ook meegaat naar Walibi. Ik kom vandaag niet mee. Ah. Oh, dat is wel lief. Dat is lief. Maar komen jullie nog een keer dan? Misschien wel. Met Sandra? Ja. Nou, kijk, dan komt het dus uit. Nou, ja, en zo perfect, ja. Nou, hè? Daan, doei. De groeten. Ik ga bijna op de neus ook meteen hier. Oké, dit is echt hilarisch. Ja, dit was vorig jaar nog niet, hè? Kerstwensen. Jawel, dat was wel. Ja? Maar dat hebben we vorig jaar misgelopen. Oh, helemaal misgelopen. Nou, we hebben een kerstwens gedaan dat Sandra volgende keer ook meegaat. Raindrops on roses and whiskers on kittens. I copper kettles and warm woolen mittens. These are a few of my favorite things. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. And the dog bites. Copper kettles and warm woolen mittens. Are a few of my favorite things. Rosa white dresses.
thuis mee heb gemaakt hoor. Ah, moet je kijken, Dino. Ah, wat heftig dit weer. Jongens, we komen net uit Express. Ik moest even nadenken. Ja, wat een heerlijk ritje. Lekker in het donker. Beetje die rock'n rollercoaster vibe, weet je wel. En we komen buiten en het regent weer. Ah, het is zo jammer, Tino. Het waait. Het waait, het regent. Het is echt verschrikkelijk. Allemaal toestand. Maar we gaan nog een keer in Theemt, want we hebben nog heel even. We gaan nog even in Theemt. Want ja, het kan, hè. En het kan, hè. Ben ik nou een beeld of dat grappig? Wat is dit nou weer? Ja, hè? Ja, mensen, even inhaken. We komen net weer uit in Theemt. In Tamé. Ach, geweldig, hè. Ik vond het apparaat, vooral in het donker. Ja, ja, inderdaad. Nee, ik vond het echt leuk. Ik heb echt genoten. Ja, dit was het alweer het laatste, hè? Dit was het alweer. Was het alweer? Dit was het alweer. Dit was de breitijd van dit jaar. 2023. Nu komt natuurlijk de grote vraag. Is het tot nu toe het beste winterevenement dat je hebt gedaan? Ik weet niet of ik het per se het beste vond, maar wel het meest anders. Ja, uniek. Dus uniek, dat. Heel uniek. Want hier hebben ze heel veel dingen wat je echt nergens anders ziet. We moeten naar de uitgang, volgens mij. Oh, we worden nu inderdaad... Ja, we worden nu naar de uitgang begeleid. One house op een slee. Hey, het gaat sneeuwen. Helemaal ondergesneeuwd. Allemaal sneeuw in je haar. Zo jammer dat dit is. Zo, ja mensen, we zijn weer op ons vaste plekje. Ja. Die nemen altijd onze top 8 spookhuizen op. Zo. Ja, zo helemaal uitgelegd hier. Ja, 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 100. Nou, ja, we vonden het eigenlijk wel weer een apart evenement. Vond ik vorig jaar ook al. Apart, anders dan andere. Maar het past wel bij Walibi. Het past echt bij Walibi, ja, zeg maar. Het is heel erg Walibi gericht. Eén ding wat ik jammer vond dit jaar, was dat de show viel een beetje tegen. De main stage. Ja, ja. Viel een beetje tegen. Vond ik vorig jaar leuker, die in de avond. Vond ik een leukere show dan nu. En ze hadden een soort lasershow, een soort lasershow vorig jaar, om de zoveel minuten. En die hadden ze dit jaar dan verwerkt in de show. Nou, dat vond ik wel wat hebben, maar ja, toch miste ik iets. Ja, ik miste iets, want vorig jaar was ook, ik weet niet, die had meer afwisseling en zo. Maar voor de rest, over het algemeen, ja, 100. Ja, ik vond het echt geweldig. Leuk. Ja. Ik vond het helemaal geweldig. Gewoon de lichtshows. Op eigen manier. Ja, ja, al die achtbanen uitgelicht. Ja, gewoon goed sfeertje. Overal lampjes. Ja, ik ben weer helemaal positief. Ik heb echt een hekel aan al dat standaard kerst shit. Maar ja, dit is een keer iets anders. Juist, juist. Dat is wel. Maar dat deed me, dit deed me echt een beetje denken aan Movie Park. Ja, dat was ook een beetje anders, beetje dat aparte stijl, weet je wel. Dus ja, nee, het was gewoon leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Door van een duimpje omhoog. Dan zou ik zeggen tot het volgende evenement. Maar dat zal pas in volgend jaar zijn. Ja. Want we hebben even een beetje uit te rekenen. Want we lopen nog een heel klein beetje achter. Maar dit is waarschijnlijk de laatste vlog van 2023. Ja, 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 ja. Niet die we op gaan nemen, maar wel die online komt. Hoi. Ja, ja, ja. Dus vandaar. Tot in 2024. Jaar, ja. En nou, tot de volgende video. En tot volgend jaar. En dan zeg ik... Tot morgen. Tot morgen. Ja, ik weet niet wanneer dit online komt. Geen idee.